Wink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Heren, we zijn hier vandaag bij de inhuldiging van nieuwe faciliteiten in Zevendonk van de tennisclub TTV. Het is een traject dat al in het vorige bestuur al gestart is. Welke bijdrage heeft het vorige bestuur aan dit traject geleverd? Ja, ik denk dat het een bijzondere dag is vandaag met de opening van de overdekte hal, waar heel veel vrijwilligers hun schouders hebben ondergezet. En ik denk dat het eind jaren 90, begin jaren 2000, dus het is al bijna twee besturen terug, dat het project voor de eerste keer op tafel gekomen is. En dan zijn we een traject ingegaan. Een traject toch met wat moeilijkheden hier en daar, maar we hebben die klippen genomen. Een eerste klip was natuurlijk de ruimtelijke ordening met heel wat procedures. Een procedure die hernomen is geworden. Dat waren soms wat dompers en terug de moed hervatten, denk ik ook voor de mensen die het gerealiseerd hebben. Maar ze hebben dat heel fijn gedaan. En dan het tweede was een financieel luik, wat natuurlijk ook over genegocieerd is, maar waar de stad toch een duw gegeven heeft. En ik denk dat dat mede de hefboom geweest is voor de realisatie van de hal. De stad heeft hierin geparticipeerd, maar dat kon natuurlijk ook alleen maar omdat er een grote privésponsor was. Ja, natuurlijk. Het is een combinatie van. Het is een zeer belangrijke investering. De stad heeft een €200.000 mee geïnvesteerd. Weliswaar gespreid over 10 jaar. Dus het volgende bestuur zal ook nog telkens in de begroting die 20.000 in moeten zetten. Maar ook de buitenomgeving. Dus het is een combinatie geweest die vergelijkbaar is met andere dossiers die we doen in de stad. En waar we ook bijvoorbeeld grond ter beschikking stellen van een club, wat ook een waarde heeft en die dan realisaties doet. Hoe passen nieuwe faciliteiten in bij het nieuwe bestuur in het beleid naar de toekomst voor andere sportverenigingen? Wel, ik denk dat dat voor elke sportclub essentieel is, dat je een goede huisvesting hebt. Het beleid dat in het verleden altijd gevoerd is geweest, is van de stad zorgt voor de grond en de vereniging zorgt dan voor hetgeen dat erop komt. Ja, hier was de grond er al en was eigenlijk te zot om eventueel naar de frak of zo te verhuizen. Dus hier is het beleid aangenomen van, kijk, jullie hebben de grond al, dus wij zorgen dan voor een duwtje in de rug door de financiering van een stuk van de financiering op zich te nemen, op ons te nemen als stad voor de hal zelf. Ik denk dat dat een goed beleid is. Natuurlijk, ik denk dat we er geen tekeningetje bij moeten maken dat er in de huidige context, waar we met een heel zware besparingsoefening voor ons hebben staan, dat het uitkijken zal worden en dat we keuzes zullen moeten maken en dat we de meest waardevolle projecten toch proberen nog zo goed mogelijk te ondersteunen zonder dat we daar echt heel ver in kunnen gaan, vrees ik. Is dit een concept dat ook voor andere sportclubs mogelijk zou zijn? Wel, ik denk dat we zoveel mogelijk moeten proberen van die lijn aan te houden. En moeten proberen van de grond op de frak bijvoorbeeld te laten invullen. Nu, je hebt altijd particuliere situaties en dan moet je daar goed over nadenken of dat je daar toch ook iets voor kunt doen op een andere manier. Komt de volgende Kim Kleisters uit Turnhout? Ik hoop dat er heel veel mensen aan het tennis gaan. Dat er kwaliteit zal bovendrijven is uiteraard een gevolg daarvan. Als je heel veel potentieel hebt. Maar ik hoop vooral dat de mensen heel veel plezier hebben in het tennis. Want dat is toch het opzet om mensen te laten sporten, sportfaciliteiten te bieden. Dat je het graag doet. En dan tennis leent zich, is ook een sport die je bijna levenslang kan doen. Dus op dat vlak heb ik daar alle vertrouwen in. En de volgende Michael Jordan, komt hij uit Turnhout? Laat ons hopen. Ik zal het in elk geval niet meer worden. Ik heb ook mijn basketsnoeven aan de haak hangen. De combinatie met schepen ambt is gewoon niet haalbaar. Misschien is het voor mij ook wel een optie om dan maar aan het tennissen te gaan. Daar heb je net iets minder tijd voor nodig. Het is ook geen ploegsport, waardoor je het iets flexibeler kan inplannen in een drukke agenda. Misschien moet ik Erik uitnodigen om samen een uurtje per week te gaan tennissen of zo. Misschien is dat wel een optie. Niet dat ik mezelf als nieuwe tennisheld zie, maar het is misschien wel een idee om toch iets aan de conditie te blijven doen. Belangrijk is sport voor de burger? Ik denk dat sport heel belangrijk is, ook alleen voor de gezondheid al, maar ook voor het verenigingsleven, voor de cohesie tussen mensen. Ik denk dat sport een van de belangrijkste bindingsmiddelen is tussen mensen die er bestaat. Dus ik denk dat sport heel belangrijk is. Oké, hartelijk dank. Wink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bink It. Just Blink It.